Anget Mestrom uit Meijl is de beoogd nieuwe wethouder van lokaal Pillemaas. Die wordt voorgedragen voor de vrijgekomen wethouderspost na het vertrek van Roland van Kessel, die benoemd is als burgemeester van de gemeente Kranendok. Anget is eigenlijk al vanaf de oprichting van lokaal Pillemaas lid van lokaal Pillemaas. Anget is altijd eigenlijk op de achtergrond aanwezig geweest en heeft heel veel betekend voor de partij op het PR-gebied. Daar heeft ze haar ding gedaan. Voordat lokaal Pillemaas ontstaan is, heeft zij in de Meijelse Raad de politieke ervaring opgedaan. Als raadslid, maar ook als fractievoorzitter. En wij hebben een procedure opgestart binnen de partij waarbij leden zich kunnen aanmelden. En Anget meldde zich aan, dus dan ga je een traject in. Van gesprekken. En daar is zij uiteindelijk als beste kandidaat uit de bus gekomen. Na het vertrek van Roland en ook het verlies van Arno, vind ik dat de partij, heb ik echt moeten nadenken. En ik denk, nee, ik moet mijn kandidaat stellen. Ik heb daar nu weer de ruimte voor. Ik heb een eigen onderneming. Heb een opdracht die bijna afrondt. En ik denk, dit is fantastisch. Dit komt op dit juiste moment. En als ik al aspiraties nog had om terug te keren naar de politiek, dan zou het een wethouderschap betreffen. We hadden meerdere kandidaten en uiteindelijk moet je dan keuzes maken. We hebben uiteindelijk keuzes moeten maken op kleine zaken die dan spelen. Maar het was zeker een lastige keuze. Wat zijn kleine zaken? Nou ja, als je de kandidaten die je hebt, als die in de basis qua competenties gelijk zijn en qua kennis en ervaring gelijk zijn. Ja, dan moet je op kleine onderdelen keuzes maken. Die onderdelen kan ik natuurlijk niet helemaal benoemen, maar dat heeft het wel lastig gemaakt. Mestrom studeerde pedagogische wetenschappen in Nijmegen en ze bekleedde diverse functies bij de TU in Eindhoven. In 2008 startte ze als ZZP'er. Mestrom is voorzitter van de Harmonie Eendracht in Meijl, secretaris van de Stichting Muziekvereniging in Pillemaas en voorzitter van de buurtvereniging. En daarnaast was ze vanaf 1998 tot en met 2008 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de lokale politieke partij FWM PvdA in Meijl. Nu keert ze dus terug in de politiek. Ik ben in 2008 gestopt, maar ben daarna bezig geweest met de oprichting van lokaal Meijl destijds en de samenwerking met de andere lokale partijen en de vorming tot lokaal Pillemaas. Ik heb de PR-campagne nog in 2014 gedaan. Maar de laatste periode bij de verkiezingen wat meer op de achtergrond gebleven. Want op dat moment had ik net een nieuwe opdracht vanaf 1 oktober en ja, dat spel ging niet samen. Maar ik ben altijd lid gebleven, ben altijd actief geweest en betrokken. En heeft u het de afgelopen jaren allemaal een beetje gevolgd? Bent u voldoende op de hoogte? Ik heb het natuurlijk wel op afstand gevolgd. Ter zelfbescherming zeg ik altijd, als politiek in je aderen stroomt, moet je niet continu de raadsvergaderingen bij blijven wonen. Maar natuurlijk heb ik wel de nodige dingen gevolgd. En ik heb in de afgelopen periode gewoon ook een aantal bestuursfuncties opgepakt. Ben ik voor benaderd of zelf opgepakt. En dan blijf je toch wel bekend. Anget is gedreven, sociaal. Maar ik denk dat ze ook haar mannetje staat binnen het team van wethouders. Voor mij is dat echt toch wel een overtuiging dat zij het zeker goed gaat doen. Ja, ik bestempel mezelf een mensenmens. Ik vind het heel erg belangrijk om gewoon samen met mensen, samen met anderen uitvoering te geven aan beleid. Dus ik collegiaal bestuur, een goede samenwerking met de raad en de gemeentelijke organisatie vind ik heel, heel, heel erg belangrijk. Dus ik ben een wethouder tussen de mensen. En er komt weer een vrouw in het college. Ja, ja. Dat vind ik gezond. Een evenwichtige balans man-vrouw. Daar een bijdrage aan mag leveren en dat ik dat mag zijn, daar ben ik echt trots op. Naar verwachting staat de voordracht en beëdiging van Mestrom begin december op de raadsagenda. Nou, ik verwacht dat gezien ook de kandidaat zelf. Ik bedoel, men kent mij. Ik denk dat als men weet wat men van mij kan verwachten. De procedure die de partij heeft gelopen is zeer zorgvuldig geweest. Dus daar zijn al diverse gesprekken geweest. Dus ik verwacht daar in ieder geval een fijne vergadering. En met uiteindelijk een benoeming.